weinig te melden, denk ik. Je hebt een prachtige bestelling zo meteen die ik graag wil vastleggen. Ja, ik kan weglopen, maar ik pak jullie gewoon hoor. Dus kan je het nou voorstellen? Dat is de vriendin van Rick. Die ken ik niet. Tessa. Ja. Okay. Goed, even oorlog zaken stellen nu hoor. Ja, ja, ja. Bestelling. Ja, ik heb bestelling. Wat heb je besteld? Een lekker broodje frikandel met een mooi streepje mayo. Waarom niet de broodjebal? Ik ben toch wel links en rechts al geadviseerd. Er werd me afgeraden om pinda te bestellen. Ik vind bij een broodjebal wordt pinda. Ja? Oké. Heb je eigenlijk alle hoogtepunten wel gehad? Ja, want vanmiddag net niet braaf, denk ik. Er zit al een hoop in. Een hele slechte scheidsrechter. Ja. En eindigt triest. Eindigt triest. Nee. 2-2 denk ik dat wij niet mogen klagen. Nee. Maar triest, heel klein even aan, aantippen. Ja, Rick die ging op de linkerkant goed door. Er was een duel tussen de bal buiten de 16, tussen de keeper Sander van der Niet, voormalig Noordwijk, en Rick. En ja, ze gaan allebei vol en de jongen breekt zijn been waarschijnlijk. Ja, dus. Ja, triest. Dat is niet waar dat de druilen zaterdagmiddag. Nee, ik zou niet zo graag de aftocht blazen. Nee, ik heb ook weinig inspiratie misschien in de geest van de wedstrijd. Ja, ik zou nog een oproep kunnen doen voor vanavond, maar ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt. Morgenochtend, dus hoe denk je dat je morgenochtend voelt? Morgenochtend, ik ga doseren. Ja, weet dus, ja, ten eerste moet ik morgen vroeg geholpen en ten tweede moet ik toch de tekst machtig blijven. Dus, dus ik denk licht tipsy. Denk jij dat de man achter jou ook gaat doseren? Nee, daar zit absoluut de man niet naar. Ja, nu de kijkersvraag, wie is deze man? Hij speelt altijd Fabank. Zal ik even een vraag, hè? Ja, vraag dus. Meneer? Meneer, ik had even met onze keeper. Dus die gaat doseren vanavond. En wij hadden zoiets van, gaat de man dus achter jou zit ook doseren als de vraag? Nee, dat vroeg ik aan Spa. Ga jij ook doseren vanavond? Nee, ik heb net tegen Ben gezegd dat hij zijn oude loren allemaal trekken, dat hij aan vellen gaat. Ja, geef het antwoord op de vraag of niet? Ja. Oké. Ga je ook doseren vanavond? Ik ben wat later, dus ik denk dat ik moet gaan pieken. Pieken? Ja, ik denk dat ik moet aanhaken. Hoe ga je dat aanpakken? Ik denk dat ik moet demareren. Ja, hier wordt geknikt. Ja. 7 bloefukkies, dan ben je ongeveer op 80% en dan nog even doordenderen en dan kan je misschien aanpinken. Ook jouw tactiek houdt het niet? Nee, bloefukkies is niet mijn kind of steel. Ik weet het niet. Ik zit toch een beetje te twijfelen. Over het algemeen is het wel eens niet helemaal mijn locatie, zeg maar. Nee? In het verleden toch wel wat problemen daar gehad. Geen light segment. Nee, er zijn altijd uitwedstrijden daar. Maar goed, we zien het wel. Morgen doen we verder verslag. Heb jij het besteld trouwens? Broodje kroket. Okay. Heb jij besteld dan? Niks. Ja, heb je geen eten? Biertje. Nee, biertje. Dus. Dank je. Op voorbereiding vanavond, hè? Ja, eigenlijk, ja. Kastel, weer, Heineken, Amstel. Oeh. Ook variatie hoor. Stel bij de pensionado's. Bedankt.